Zondag 31 maart. De zomertijd gaat in Portugal in. En zoals je ziet, het kan ook hier regenen. En in deze outfit verlaten wij Carrapatera. Wilma ziet er charmant uit. Te midden van een voorzichtig stukje zon stijgen wij op. Nu toe een stuk rustiger dan tussen Arifana en Carrapatera. Dit zou dus de eerste brug over een van de rivieren moeten zijn. En daar zie je nog een duidelijke rivierbedding. Maar aan die kant zie ik toch vooral weg, tenzij die daar naar beneden loopt. Dit is dus heel waarschijnlijk de rivier waar ze voor waarschuwden bij hoge waterstanden en vele regenval om de omweg te nemen. Want het is nu de derde, vierde keer dat we hem oversteken, die bedding. En zoals je kunt zien, keurig en keurig droog. Komt hij weer. Nou, dat is heel mooi. Komt hij met al zijn herrie op de film. 12 kilometer nog. Oh, een heel mooi dorpje. Ja, die omleidingsroute bij hoogwater hebben we al gehad, dus ik denk dat dit eerder een plasje dan een echte rivier is. En wederom klauteren en ploeteren wij omhoog. Dat was een heftige klim. Maar wel weer mooi uitzicht.
naderen Villa d'Obispo, d'Obispo. En het landschap is duidelijk anders. Eigenlijk geen berg meer in zicht, alleen wat lichte heuveltjes. En de dag eindigt zoals hij begon, met regen, stevige, hevige regen.